Heb ik hem nou verkeerd om? Ik lijk net Borat. Dit ziet er heel kort uit. Nice. Dit ding zit strak en in mijn naad. Ik heb, het is gewoon, het is, ziet er gewoon blijkbaar, het ziet er heel anders uit dan op, ik weet niet, ik ben confused. Hey allemaal, ik heb vandaag een hele leuke video voor jullie. Namelijk een try-on van Boohoo. Dit is de eerste keer dat ik van hun producten heb gekocht en ik ben super benieuwd. Ik heb 100 euro uitgegeven, officieel is het ter waarde volgens mij 200 euro zelfs. En ik heb echt een hele zak. Ik weet natuurlijk wat ik heb gehaald, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het zal staan. Of het zal passen, of het mooi is, of het lijkt op de foto. Ik doe vast een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. Het is mijn zak. Ik ga grabbelen. Van. Ik heb het eerste item. Dit is meteen het item waar ik heel erg excited over ben. Ik heb echt zo lang, urenlang op Boohoo gedoorzocht wat ik wilde hebben. Dus uiteindelijk kwam ik op deze. Ach, ik ben zo benieuwd. Ik hoop zo erg dat hij goed past. Het is een rok, kokerrok. En het heeft een streepjesprint. Hij is bruin. Hij was ook in het grijs, soort wit-grijs kleur. Die was ook mooi, maar ik vond dit iets zachter overkomen. En die leek me wel tof om te proberen. Let's open it. Ik had dus verwacht dat het veel zwaarder of zo zou zijn op een of andere manier. Oké, ik hoop dat mijn middel hierin past. Oké, eerste indruk. Dit is de rok. Ze hebben wel veel te groot. Ik heb een riem. Als het te groot is, heb ik in ieder geval een riem. Maar qua stof is die, ik weet niet waarom, ik had iets anders verwacht qua stof. Maar hij voelt wel fijn aan. Het is een M trouwens. Misschien had ik een S kunnen hebben. Ja, ik vind dat altijd moeilijk inschatten. Ik ga hem maar gewoon even passen. Oké, ik heb maar meteen even een riem. Ik heb toch wel het idee dat ik, het eerste item, ik heb hem nu nog aan. Ik moest even wennen, maar ik vind hem toch wel, ja, ik vind hem wel heel mooi. Hij is denk ik wel gewoon ietsjes kouder voor nu dan dat ik had verwacht. Maar ik vind het wel een hele mooie rok. Als je er een mooi blouseje op matcht en mooie schoenen eronder of zelfs gewoon sneakers. Ik vind sneakers leuk onder dit soort dingen. Dan staat het volgens mij gewoon heel erg mooi. Dus heel blij hiermee. En hij past. Daar ben ik blij om. Ik denk dat ik hem wellicht inderdaad toch wel een maat kleiner had kunnen doen. Maar ja, daarom vind ik online altijd zo lastig. Omdat je dat nooit 100% zeker weet. Maar het eerste item is in ieder geval geslaagd. Gaan we meteen door naar de volgende. En dat is, oeh, oh my god, panterprint. Ik roep al de hele tijd dat ik mee wil met de hype. Maar elke keer kom ik niet iets tegen wat past bij mij. Wat zit in de panterprint hype. Maar ik zag dit voorbij komen en ik dacht, oh, ik moet dit toch wel echt proberen. En het is een panterprint flared jeans. Toch denk ik wel een beetje een must-have in je kast. Oeh, hij is in ieder geval qua lengte perfect. Wow, dit had ik niet verwacht. Hij past. De panterprint broek die ik heb gekocht, deze is €13,50. Dus dat vond ik wel een mooi prijsje om voor een broek te kopen. Ook dit weer is wel een ander stofje dan dat ik had verwacht. Het is een beetje stretchy zacht. Maar ik vind hem wel heel leuk. En die flared zijn ook echt goede flared pants, zeg maar. Ik vind het moeilijk te beschrijven wat voor stofje het is. Een beetje zo'n sportstofje of zo. Een beetje wat je sportpakkie dat super strak zit, weet je wel. Daar voelt het een beetje naar. Het zit heel chill. Hij zit mooi. Hij is een goede lengte voor mij. Ik ben 1,80. Dus ik ben best wel lang. Heel vaak heb ik nu broeken die te kort vallen of net weer juist te lang. En deze zit eigenlijk super chill. Dus ik vind het echt heel nice. Het enige ding is dus misschien dat het een beetje doorschijnt. Juist ondergoed aantrekken en dan heb je volgens mij nergens een probleem mee. En we gaan door naar het volgende pakketje. En dat is deze. Een topje. Ik denk dat dit het topje is. Maar ik heb een matching broek erbij, dus ik ga ik even zoeken. Oké, ik moest hem even zoeken, but I got it. Het is een setje, dus ik ben heel erg benieuwd of het past, of het leuk staat. Dit en Boohoo is gewoon een soort van iconic, zeg maar. Ik zie het zo vaak voorbij komen. Matching, training suit, whatever. Dus ik moest dat uitproberen. Oké. Heb ik hem nou verkeerd om? Of zit het gewoon hoog? Oké, oké. Hij is erg hoog, zoals je kunt zien. Kijk, dit is mijn navel. Dus dat is erg hoog. Laten we het daarop houden. Heb ik het wel? Ja, het dingetje zo aan de nek. Klopt wel. Oké, anyways. Nu heb ik hier de broek. Ik twijfelde of ik juist de goede dingen had gematcht bij elkaar. Dus ik ben echt heel blij dat het dezelfde kleur is. Hier heb ik de broek. Oh my gosh. Oké, het past wel, denk ik. Ook weer moet ik hier goed ondergoed bij je aantrekken. Want anders dan zie je alles. Ik vind het comfortabeler als ik geen blote buik heb. Zeker in de winter. Maar ik voel me wel vet, vet cool hierin. Zo kan ik even beter laten zien hoe het
staan. En ook al vind ik het wel wennen, vind ik, voel me wel echt super sassy hierin. Broek valt een beetje hetzelfde als de andere flare jeans. Het is wel een ander stofje, maar gewoon qua maat en qua alles. Ik vind het wel echt een leuke outfit. Half naakt de hele tijd, maar dat maakt niet uit. Oké, dus ik heb de items apart gekocht. Maar omdat er dus korting bij zat en zo, dacht ik, boeien, maakt niet heel veel uit. Bij elkaar kwam het volgens mij uit op 15 euro. Het shirtje was 5,50 en de broek was 9 euro. Dus ongeveer 15 euro voor een heel leuk setje. Hier een jasje overheen, leuke oorbellen in en je outfit is klaar. Dus ik heb eigenlijk nu twee items tegelijkertijd gehad. Ik ga door naar het vijfde item dat ik heb. En hij lag er al, dus ik pak deze maar gewoon. Het is geel. Ik weet even niet zeker, want er zijn iets meer dingen in het geel-oranje gehaald. Dus ik weet even niet wat dit is. Oeh. Een collie. En hij is weer dat een beetje gek stofje. Laten we het even aanproberen. Because I'm very, very excited. I'm very benieuwd. Ik heb voor dit topje 7,50 betaald. Wat ik super chill vind qua prijs voor een soort basic. Ik ga hem nu passen. Ik ben heel benieuwd. Is het nou dezelfde? Nee, het is iets donkerder. Oh, ik weet niet. Oh, shitties. Oké, dit is misschien vrijwel een van de weinigen die miskoop is. Oh, wat jammer dit. Hartstikke leuk. Een crop top. Daar ben ik eerlijk gezegd niet zo van. Kijk, oké, zo ziet het er best wel leuk uit. Ik vind het heel leuk als gewoon een basic. De mouwen zijn bij mij vrij kort. Dus dat is niet zo chill. Maar, wow. En dit is dan al een hoge broek, hè. Ik kan hier niet, dit is zeg maar één stukje en je ziet mijn BH. Officieel past het. Ik weet nou niet zeker of dit gewoon het model is. Mezelf kennende ga ik nooit dit shirtje aantrekken omdat hij zo hoog valt. Wat kan ik hierbij matchen dat ik niet helemaal half naakt over straat loop? Waarschijnlijk is het wel het model. Bij het model valt hij ook wel hoog. Maar ik heb een soort van het gevoel dat het net niet zo hoog is. Dit is toch heftig. Ik had hem gewoon 5 maten groter moeten doen. Ik had beter naar het model moeten kijken. Voor de rest zit hij trouwens wel oké. Het stofje wendt ook heel erg. Het is hetzelfde als die broek. Kleur vind ik ook leuk. Ik vind het echt jammer. Stom. Nog een pakketje. Pakketje 6 onderhand. Ondertussen. Ik denk dat dit een trui is. Maar ik weet het even niet zeker. Het ziet er heel anders uit dan op. Ik weet niet, ik ben confused. Oké, dit is een high neck deep cuff sweat. Voor 14,50 heb ik dit gekocht. Nou ja, sweaters zijn altijd wel duur. Dus ik dacht, ja, dit is dan ook echt wel een van mijn duurdere items. Ook al is 15 euro niet super duur natuurlijk. Het ziet eruit als een lekker stoffie wel. Het heeft dus een beetje wijde mouwen. Hij is waarschijnlijk weer super cropped. Oké, misschien moet ik gewoon niet meer bij Boohoo kopen voor zeg maar normale dingen waarvan ik soort van het idee heb dat het niet cropped zal zijn. Het zal waarschijnlijk wel cropped zijn. Want alles bij Boohoo is cropped. Dus ik ga maar passen. Nice. Ja, het is een lekker stofje. Ik vind hem leuk zitten zo. En ik vind hem ook trouwens toevallig leuk op deze broek. Qua mouwen vind ik heel leuk. Want hij sluit heel erg lekker af. En dan is het hier een beetje poofy. En de kool is ook heel leuk. Hij is wel wat zachtjes. Dus je moet hem even kijken hoe je hem dan wil. Het enige is dus natuurlijk weer dat hij high. Nu valt het enigszins mee. Maar omdat het een sweater is. Het is een beetje sweaterstof. Dat is wel fijn. Maar hij valt recht zo. Dus bij wijze van voelt het alsnog alsof zeg maar je hele buik gewoon niet bedekt is. Nu is een sweater meestal natuurlijk omdat je het lekker warm wilt hebben. Dus dat heb je niet. Misschien moet ik dan, ik weet niet, een kort topje eronder. Zodat wel zeg maar dat onderste stuk van mijn buik bedekt is. Zodat ik hem gewoon iets wat warmer heb. Maar dat is weer praktisch. Maar voor de rest vind ik hem wel heel leuk. Hij ziet er echt wel uit zoals hij op het model staat. Hij zit lekker. Ik vind hem heel leuk qua model. Het is net even iets anders qua kooltrui en alles. Ik moet gewoon even denken hoe ik dit ga. Hoe ik het warm ga hebben in deze trui. Zoals ik al zei, heb ik meerdere gele dingen gekocht. En dit was denk ik een topje. Ja, dit ziet er wel strak uit. Jongens, ik weet niet of ik hierin pas. Laat dat maar gewoon gaan proberen. Oh, ik pas erin. Oh nee, dit wordt er niet, denk ik. Oh, jezus. Jongens. Oh, mijn god. Nou, dit zit officieel echt niet comfortabel. Ik heb mezelf verkeerd ingeschat. Oh, ik stik. Blijkbaar dacht ik dat ik zo nu minuscuul was. Maar volgens mij ben ik echt wel iets bigger geworden. Ah.
ga dit niet op film doen, maar deze hele onderkant, het is namelijk een body. Het is helemaal gestretched, omdat mijn lichaam hier veel te groot voor is. Even voor het idee van, zeg maar, de body zelf. Ja, dit is mijn onderbroek. Ik heb een hele mooie sexy grijze onderbroek aan. Ik pas hem gewoon niet. Laten we het daarop houden. Ik lijk net Borat. Ik lijk oprecht Borat. Het zit echt heel naar, omdat het gewoon te klein is. Alle gele dingen de deur uit. Jammer. Dit ding zit strak en in mijn naad. Even maar om even gewoon de deur uit te gaan met al die gele dingen. Want dit zal hem dan vast ook wel niet worden. Heb ik nog één item in het geel. Blijft zo meteen geen geel ding over, joh. Maar het is een jurkje. En volgens mij was hij rond de 5 euro. Oh god, dit ziet er kort uit. Dit ziet er kort uit. Dit ziet er heel kort uit. Ik denk dat ik nog een geel item de deur uit ga gooien. Nu zag ik al dat ik hem vasthield. En dacht ik, oh god, ik ben half naakt. Voelt nog steeds zo trouwens. Want ook waar ik later pas achter kwam toen ik dit jurkje kocht of had besteld. Zei mijn zus, oh joh, leuke achterkant joh. En ik dacht, hè, achterkant? Wat is er mis met deze? Oh, er is geen achterkant. Oh, oké. Okay. Ja, leuk. Oké. Okay. Dit is het jurkje. De rug is open. Dat wist ik niet. Toen ik hem kocht, dan wist ik niet dat hij open was. Dus, ja. Op zich, de lengte kan. Maar voor mij is dit gewoon heel heftig. Want ik draag nooit strakke jurkjes. En korte jurkjes al helemaal niet. Dus het kan. Volgens mij is dit acceptabel nu. Je ziet ook lekker die onderbroek. Geen idee wat voor BH ik hieronder zou moeten doen. Of onderbroek. Ik zou eigenlijk bijna niks hieronder kunnen doen. Maar dat is ook raar. Want dan zie je ook alles. Ik weet niet. Oeh, ik heb nog twee items. Dit is een oversized shirt. Als het goed is. Waar is de opening? Zoals die andere. Nou ja. Ook rond de 5 onder de 10. En het is een oversized shirt. In een soort beige kleurtje. Ik ga hem gewoon meteen aantrekken. Want ik ben heel benieuwd hoe die zit. Oh, hij is echt groot. Nou ja. Een trui zoals Ariana Grande hem draagt. Zal ik nooit kunnen. Want ik ben daar te lang voor. Ariana is volgens mij wat? 1,50? Dus dan kan het allemaal. Dan kan je alles als een jurk dragen. Maar hij is net niet lang genoeg voor zeg maar een jurk. Maar hij is best wel echt oversized. Hij zit gewoon... Ik vind dit heel leuk. Als ik nu zo sta, zie je niet eens wanneer de mouwen eindigen. Oké, ik gaf het een beetje weg. Ja, het is gewoon heel simpel in principe. Het is gewoon een groot shirt. Ik vind dit een hele leuke lengte. Kijk, lengte. Hij komt precies bij mijn... ellebogen uit. Het is een heerlijk lounge shirt. Ik leef hier nu al in, ik weet het zeker. Het shirt was 7,50. Is misschien duur voor een heel simpel shirt, maar ik vind het heel chill. Ook het stofje, de kleur. Het is gewoon een t-shirt, dus het stofje zit sowieso heel lekker. Het is een beetje een beige kleur. Daar heb ik niet zoveel shirtjes van, dus dat vind ik ook wel mooi. Nu ga ik door naar het laatste item. En dit item is ook het duurste item. Was 18 euro. Valt uiteindelijk ook nog wel mee voor één item. Maar ja, in ieder geval het duurste van deze lijst. Het is een trui. Nu hoop ik echt heel erg dat dit heel leuk staat. Dit is hem. Toen ik dit zag staan, dacht ik, oh my god, need to try it. Hij voelt echt heel chill. Ik heb deze dus in maat 42 gehaald, omdat ik dacht, ik vind dit leuk als dit oversized is. Nou vind ik hem echt nog best wel gefitting, als in een fitting, goed passen. Hij is helemaal niet super oversized. En ik vind het een hele leuke trui. Is toch wel leuker, denk ik, met... open halsje. Ik had hier dus 18 euro voor betaald. Het enige wat ik jammer vind is dat ik hem dus 42 heb gehaald. Met het idee dan is hij gewoon lekker groot. En nu valt het best wel mee. Nu vind ik hem nog steeds wel leuk. Hij zit echt wel leuk. En hij zit ook lekker vooral. Dat is ook wel belangrijk. Maar hij is gewoon niet zo oversized als dat ik had verwacht. Dat waren alle items die ik heb gehaald. Ik denk dat meerderheid wel geslaagd is. En de enige twijfelgeval dat ik heb is vooral het gele jurkje. Wat ga ik doen met het gele jurkje? Dus jongens, dat waren alle items die ik had gehaald bij Boohoo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En eventjes in de comments te laten weten welke items jullie het tofst vonden. Welke jullie zeggen, doe die alsjeblieft weg. En welke ik echt moet houden. Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan zeggen. En dan zie ik jullie snel weer. Yeah.